Ja, niet joh. Kijk, ik zet een blanke gozer bij. Oh, gelukkig. Kijk, check. Laat die check zien. Oké, klaar? Ja. Beste mensen van NL Game Reviews, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we hier bij... Kablam! Kablam! Wat? Wie? Hoe waar? Kablam! Dit is Mike. Ben ik dat? Ja, we zijn namelijk bij huisje 13 Loco. Ja, en de rukbunker van Mike. De rukbunker van Mike. En ja, we zitten hier gewoon even te chillen. Wat hebben we allemaal? Mike heeft net een... Even kijken. Ja, dit zijn ze. Nu valt er iets op de grond. Ja. Maar ja, Mike... Echt gewoon je rietje. Ja. Nu is het gelijk een tering zo hier. Oh, wat een ellende. Oh. Wat een ellende. Er is net wat gevallen. Ik zie Mike's voeten. Oké, dus... maakt niet uit. Oké. In ieder geval, jongens. Mike heeft net een zonder alcohol drankje gemaakt. Met alcohol. Ja, met alcohol. En hij loopt nu weer om de boel schoon te maken. Live beelden daarvan. Ja. Maar we zijn vandaag hier om een hele belangrijke reden. Nou. We hebben namelijk twee dingen die we moeten vertellen. Wat dan? Eén heeft te maken met The Gathering. Inderdaad. En de tweede heeft te maken met jullie. Ja. Heeft te maken met jullie, want we gaan namelijk iets leuks doen met jullie. Als jullie dat willen, natuurlijk. Inderdaad. En wij willen het heel graag. Ja, want wij willen natuurlijk, je kent The Gathering natuurlijk wel, daar zijn wij ook bij. Maar The Gathering, het wordt heel druk in ieder geval, maar we waren in eerste instantie van plan om dan een stand daar te hebben. Oep, er gebeuren allemaal weer dingen. Oh snap. Nee, maar in eerste instantie was het dus de bedoeling dat we daar een stand zouden hebben. Nou ja, het is een beetje te klein uitgevallen voor onze hele redactie. Want we zijn natuurlijk met 9 man, inderdaad. Dus gaan we dat toch niet doen, helaas. We doen geen stand. Nee, we doen geen stand. Dus dat weet je nu, ga niet zoeken naar een stand, die is er niet. Wij zijn er wel sowieso en we zullen daar sowieso zijn. Dus als je ons tegenkomt, vraag me of je op de foto mag. Of als je dat wilt, of een handtekening. Of noem het maar op, maar we hebben geen eigen stand. In ieder geval, nee. En we hadden eerst ook een idee met t-shirts, mensen die onze t-shirts dragen. Ja, dus moeten we even bedenken hoe we dat gaan doen. Ja. Dat hoor je nog wel. Ja, precies. We hebben gewoon een t-shirtje in een rugtas of zoiets. We nemen wel t-shirts mee, dus voor die mensen die kunnen nog steeds shit winnen, weet je wel. Ja. Wij zijn de lulligste niet. Nee, precies. Dus als jij nog een Jenava shirt draagt of een NLG shirt, noem het maar op, een shirt van ons. Mijn kind heb ook. Dan maak je in ieder geval kans op een prijs. Oeh, daar gebeurt wat. Moppenkont. Jij neemt t-shirt. Nee. Nou, nee. In ieder geval dat dus. Wacht even een momentje, kan je het even één keer mooi in beeld brengen? Dit is het fale en lelijke shirt van Mike. Waar heb je dat, deze gekocht? Bij Mike13loco.spreadshop. Nee, deze die... Die? De haai die je geslacht hebt. Indonesië. Ja? Dit is fake. Ja. En deze heb ik in Filipijnen. Deze heb ik ook in Filipijnen denk ik gekocht. Nice, een sexy. Ja, maar we gaan verder weer, want waar hadden we het over? Ja, waar hadden we het over? Die Gathering, dus Mike geen stand. Nee. Maar je krijgt nog steeds shit van ons, wij gaan er even zijn. Wij zijn er ook niet de volledige dag nu meer om daar te staan. Maar we zijn er wel lang genoeg zodat je ons even kan checken. Ja. Even hoi zeggen. Checken, checken. Daarna gaan we even lekker wat eten. Ja. Maar, The Gathering, ja, precies. Daar heeft ons wat mee te maken. Ja. Zeg het. Ik ga het zeggen. Jongens, wat vinden jullie ervan? Huh? We zaten te denken van, misschien is het leuk als wij iets voor onszelf zouden doen. Iets met gaming en noem het maar op. Ja. En dat wij dan gewoon ergens een zaal bijvoorbeeld afhuren. Terwijl hun gewoon lekker aan het praten zijn over die dingen. Maar een zaal afhuren om daar met jullie gewoon iets tofs te doen. Dus dat we daar gewoon games gaan spelen. Sorry. Ja, we gaan daar dus games spelen. En dat jullie daar ook dus met ons op de foto en zo kunnen. Hoe lijkt jullie dat? Laat het even weten. En ik ga ook in de beschrijving van deze video ga ik dan enquête zetten. Dus als jij denkt bij jezelf van ja, ik wil. Of nee, ik wil niet. Ik wil zoiets niet. Laat het even weten in de enquête. Het linkje in de beschrijving. Enquête. Frans. Ja. Ja. Oh, wat mooi hier zo thuis. Dus ja. Wat een mooie achtergrond. Mooie achtergrond. En wat was er nog meer? Wat was het andere ding ook weer? Nou, dat is eigenlijk het ding. Gewoon de Gathering, dat we helaas geen stand hebben. Oh ja, gaan t-shirts. T-shirts, dus als je een t-shirt hebt op de Gathering, je maakt alsnog kans. Ja. En dat we dus een eigen event zouden kunnen maken als jullie dat leuk lijken. Dus klik even op die enquête. Ja, enquête. Ja, enquête. Maar weet je, het is niet, lieve mensen, het is niet zo. Je moet je niet voorstellen, het is geen Gathering. We gaan geen duizenden mensen doen. We doen een keertje. We gaan niemand doen. 50, 100 of zo willen we doen. Het is gewoon lekker compact. Wij zijn er allemaal. Dat iedereen kan gamen, volgens mij. We willen misschien nog wel dat er misschien iets met games daar is, inderdaad. Weet je wel, we gaan het leuk maken. Weet je wel. Ja. En de vraag is gewoon: willen jullie dat doen? Zijn jullie bereid? Of kunnen jullie ouders ervoor zorgen dat jullie daar komen? Bijvoorbeeld als het ergens is in Nederland. En
En een kleine bijdrage. Het is een keer 4 euro, 5 euro. Ja, er is een lekker drankje bij. Ja. En een happy drankje. Ja. Jij doet, hij doet de ik cocktails. Doe de drankjes. Ik ga het is gewoon een leuke dag met ons. Ja. Weet je? Ik ga zonder alcohol cocktailtjes maken. Ja. En naar achter een bar. En dan er is een woord voor. Hè? Je hebt concerten en je hebt ook een intiem concert. Dat dan is dan een kleine. Weet je wel. Dat is gewoon, dat is ook wat wij willen. We willen een intiem event. Gewoon, want kijk, op de gathering, het is natuurlijk wel leuk, je kunt er natuurlijk ons zien, maar je kunt er niet gewoon 10 minuten lang staan praten met ons, want, nou ja, niet met iedereen, want het is natuurlijk best wel druk daar. En dat kan dus wel op dat evenement. Dus ja, maar dan kun je lekker zitten. Bij de gathering kun je zitten en zo. Maar je gewoon even... Zodat. Ja, dankjewel. Gewoon even zitten en shit, weet je wel. Ja, nee, inderdaad. Zeker. Nou, mensen, dus was eigenlijk alweer de vlog. Laat het even weten. Nou, laat het weten. Dus, we zijn hier. Nee, helemaal niet. Nou, zo klonk het wel. Nou, oké, zo klonk het wel. Nou, mensen, bedankt voor het kijken. Nee, helemaal niet. Kunnen het uit. Like even. Yo! Doei! En dan geef je het out. Nice. Oké, cool. Okay. Gamer, je moet me geloven, check die shit of game over. www.nlgamereviews.nl, klik erop en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven, check die shit of game over.